zal ze even inzoomen. Moeten jullie eens naar de kerk kijken? Ik zou dat zelf nooit er niet meer durven. Oh, ik had die weer. Juist zo. Ze zijn er druk bezig. Hé, Rijka? Was je weer wakker, meisje? Oh, lekker ding. Oh, lekker ding. Oh. Oh. Vind ik ook hoor. Goedemiddag lieve vrienden, we leven vandaag alweer op 5 mei en om 13 uur 58 en het is vandaag dinsdag, ja ja. Ik ga zo meteen Rijka uitlaten en er wil er één in, maar ik denk als ik buiten kom dat die meegaat, dus we willen die er ook niet in. Ja, komt zo wel hoor, zit helemaal tegen het raam op, ja, lekker laten gaan. Maar ik moet toch nog met Rijka uit, dus gaat meestal even lekker mee. S'avonds, dan wil ik hem er niet bij hebben, want dan moet hij binnen blijven, ja. Simpel. Als het donker is, wil ik hem niet mee hebben op straat, dan blijft hij binnen. Maar oké, lieve vrienden, ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en ik probeer, zeg ik, luister wel, probeer vandaag weer het vlog te renderen. Want dan moet ik ook weer een aantal voor klaar hebben. Voordat ik ze naar YouTube breng, want anders krijg ik die wachtlijst niet. Ja. Maar het komt goed, er is er ook eentje die mij heel erg mist. Dat is mijn Facebook-zusje Mirjam Eeuwenveld. Die mist mij enorm. Haar ritueel is ze kwijt. Want normaal, als ze dan gaat slapen, lag ze eerst voordat ze ging slapen een vlog van mij te kijken. En dan viel het daarna lekker in slaap. Ja, had ze even lol gehad, want ze moet altijd lachen om Rijka en om Kandalf. Dus nou ja, dat gun ik haar natuurlijk. Ja, logisch. Maar ja, ik kan niet harder dan hard. En ja, je hebt ook wel eens van die dagen dat je totaal geen zin hebt om iets te doen. En ja, dan vlog je wel, dan film je wel, maar om dan eigenlijk uiteindelijk op die computer te gaan zitten. En dan aan het werk te moeten, je wil ook wel eens wat anders doen, weet je? Ja. Want ik bedoel, ik moet ook weer aan de slag. En nou ja, dat zat een beetje uit elkaar. En de bakjes van de dieren staan daarbij. Dus ja, het lijkt meer dan dat het is. Want zoveel is het nog niet eens. Maar dat komt allemaal wel goed. En ja, ik neem jullie weer even mee. Ik wil even kijken of het meerkoetje weer op de nek zit. Gisteren trapte ze er wel op, maar ik kon niet veel omdat ik kwaad werd op die man achter op die brommer. Dat hij die kan wel over wil rijden. Ja, ik zal hem overrijden. Kom op zeg. Maar in ieder geval, de vlag hangt ook weer, want het is natuurlijk vandaag bevrijdingsdag. Dus die had ik nog wel uitgehangen. Ze hangen verder allemaal, zover ik heb gezien, in top. Die van mij hangt ook gewoon in top. Want ik vind dat de oorlog van toen destijds, wat wij niet mee hebben gemaakt, althans ik niet. Maar van toen destijds, die toen voor ons hebben gevochten en voor ons zijn gevallen in de strijd. Dat heeft niks met die corona te maken, want die corona is een virus. En die oorlog toen niet. Dat was mens tegen mens. Ja. Dus ja. Ik heb hem gewoon niet opgehangen. Punt. Het is bevrijdingsdag van toen destijds. 75 jaar geleden. Nee, toen bestond ik niet, want ik ben 62. Dus ja. Die tijd dat bestond ik gelukkig nog niet. En voor diegenen die wel bestonden. Een hele fijne, liefdevolle dag. Ja, en heel erg jammer dat het gisteren met dodenherdenking heel anders was, maar toch even goed indrukwekkend. De koning, onze Willempie, heeft zijn best weer gedaan en die had een hele mooie speech uit zijn hart geschreven. Ook zijn overgrootmoeder, hij weet dat allemaal, van ook natuurlijk veel van vrouwen, want hij is jonger dan dat ik ben. Maar ook van... Wat zei hij, 64 jaar geleden, die verhaal van die man die aan had gehoord.
Nou ja, dat heeft hij heel mooi in woorden omgezet, heel mooi vertaald allemaal. Dat... Toppie Wilmpie, echt, je bent de kanje van een koning. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik neem jullie mee, dus geniet ook met mij. Als het tenminste op de reis zit, dan zeg ik er niks aan. En dan gaan we een mooie rijk uitlaten. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb niet gevlogd onderweg, omdat ze gewoon niet op haar nest lag. Nee, ik denk dat ze ook nog helemaal niks hebben, want anders blijven ze wel op hun nest, want dan worden ze door een mannetje gevoerd. Zover ik weet hoor. Maar in ieder geval, zo was ze niet, dus ja, dan heb ik ook geen reden om daar momenteel te vloggen, nee. Wel heb ik gemerkt dat er alweer een aantal huizen, of ja, hoe moet ik het noemen, daarin dat... die bouwpunt daar. Ook alweer een aantal huizen zijn opgeleverd. Want van de week, wanneer was het? Het weekend. Ja, zaterdag of zondag, een van die twee dagen. Allebei trouwens, heb ik wat gezien. En waren er mensen aanwezig? Niet in werkkleding, maar ook met kinderen en ja. We hebben rondgekeken er binnen in die huizen, dus ja, zo boven een appartement en beneden was er een gezin. Dus ja, ik denk dat is opgeleverd een paar, we zullen het beleven. Maar daarachter is nog een hele grote bouwput, ook de grond, dat moet daar nog opgehoogd worden, want als je ziet... de uitgang van de deur, nou dat kennen wij niet eens, niet. Dan moet je echt springen. Nou, even zien, maar mag niet liggen. Nou ja, net zo hoog als de eettafel, dan naar de grond toe. Ja, nou, dat gaat toch moeilijk. Ja, je kan een sprongetje maken, maar leuk is dat niet. Dat moet allemaal nog opgehoogd worden. Nou ja, even bekijken, maar dat is niet aan mij. Ik woon daar niet. Ik zou er ook goud willen wonen, nee. Het is daar allemaal op elkaar, in elkaar, als een kluitje. Nee, geen mij gewoon, maar normale rijtjeswoningen, zo of dit. Ja, simpel zat. Maar oké, ik ga aan de koffie. En ik ga mijn diertjes even verwennen. En ik kwam nog ergens achter wat ik doen moet. Maar wat was dat nou? En ja, dat moet eigenlijk... Oh ja, ik moet nog boodschappen doen. Ik moet nog naar de deka. Ik ben gisteren naar de Vroma geweest, ik moet nou naar de deka. Ja. Maar dat komt goed. En anders, ja, kun je dat morgen ook wel doen. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin erin. Ik heb er totaal geen zin in. Ik heb nog hier genoeg. Ja. Doe ik het morgen nog. Ik heb geen zin om boodschappen te doen. Morgen nog een dag hoor. Ja. Oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze. En we horen elkaar weer. Doei, doei. Wat is het ermee, ouwe? Het joe. Nou, meisje toch. En die heeft weer straf gehad. Ja. Maar waar ik de camera voor pakte. Ik zal ze even inzoomen. Moeten jullie eens naar de kerk kijken. Ik zou dat zelf nooit in mijn durven. Oh, gaat hij weer. Juist zo. Ze zijn er druk bezig. Aan het schilderen. En gaan we doen? Ik weet het niet. We zijn er gewoon heel tijd bezig. Normaal hangt er nou een vlag uit, maar dat kan natuurlijk niet. Dan gaat het er niet worden. Ik heb hem wel. En top! Hij is ietsje naar beneden gezakt. Daar kan ik ook niks aan doen hoor. Ik had er wel in top, want dat wou niet verder. Dus ja. Maar dat vond ik wel even komisch om dat jullie te laten zien. Kijk, gaat een vogel. Een meeuw zal dat wel wezen. Nog een meeuw. Allemaal meeuwen in de lucht. En de wolkjes. Ja, het is mooi weer met wolkenvelden. Het waait ook. Stevige bries. Ja, een stevige bries.
Ja, helaas wel. Nou, en daar hangt ook een vlag uit aan die kant. Die zien jullie daar ook wel. Ja, er hangen wel meerdere, maar dat is om de hoek, et cetera. Dus dat kan ik zo echt niet laten zien. Nee, dat lukt niet. Nee, dat gaat het er niet worden. Hè? Nee. Wat moet je? Ja. Jij was bezig eeuwen de eten weer aan het op te eten. En straks als ze weer scheurt, heb ik niks geworden. Dan denk ik die krummeltjes nog. Hé? Meisje, Ewin. Ewin. Ja. Oh. Maar je krijgt niks meer. Je hebt daar twee bakken met eten. En je steelt het van Ewin. Je bent een mooie een, jij. Ja, ik vind je nou niet lief. Vind je het gek? Beestje zit verdorie te eten. Je jacht er zo erbij weg. En dat vind ik minder. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik heb de computer al aan. Zoals jullie zien. Dus ik ga zo meteen aan het werk. Ik ga eerst nog even van mijn koffie genieten. En daarna ga ik aan het werk. Dus dan weten jullie het even. Daar staat mijn koffie. Ja, ja. Ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden. Ik ben weer bezig voor de computer. En ja, hij begint al lekker snel op te schieten. Die komt in de map terecht. Vloggen. Dan is hij klaar om naar je toe te brengen. Maar dat doe ik nog niet. Nee, ik wil een hele stapel hebben. Ja. Dus ik zet hem straks even in een aparte map. Van deze keer naar YouTube. Ja, dan weet ik dat hij klaar is. Want anders raak ik in de war. Ja, dan weet ik niet hoe en wat. Ik heb zoveel mappen voor dit spul allemaal. Ja, je wilt niet weten. Maar oké, het komt goed. En ik ben blij dat ik... Nou ja, dit is de eerste. Want ik heb eerst heerlijk even ouderwetse televisie zitten te kijken. Naar... voor de jeugd is dat. Dat is oorlogfilms eigenlijk. Maar op een mooiere manier. Niet zo... Ja, je ziet dan die kogel komen of zoiets, maar ja, het is niet op zo'n dramatische manier dan het voor volwassenen zou zijn. Ja, laat ik het zo maar eens benoemen. Ik zat er even heerlijk diep erin en ik vond het wel mooi. Ja, interessant ook. Leerzaam ook, voor de jeugd, ja. Dan weten ze gelijk hoe het is om in een oorlog te moeten leven en dat het niet leuk en fijn is. Want de meeste jeugd tegenwoordig, ja, mijn zoon ook hoor, ik ben er tegen. Maar dan speelden ze vroeger met wapens, pistooltje. Nou, daar ben ik er tegen. Ik zelf gaf dat mijn kinderen niet. Maar ze kregen ze alles van een ander. Nou, hallo, ik wil dat niet. Nee, er is al genoeg oorlogen op de wereld, hoef je het nog niet eens na te spelen, weet je? Doe normaal, doe gewoon. Hé, Rijka? Was je weer wakker, meisje? Oh, lekker ding. Oh, lekker ding. Oh. Vind ik ook hoor. Nou, dat kan ik niet. Ik heb niet een stuur. Nee, want je hebt niet een stuur dat ik vind ik iets geluk. Ja. Oh, hij schiet op. Hij is alweer bijna klaar. Kijk eens naar die blauwe lijn. Die schiet lekker op. Daar ben ik blij mee. Dan kan ik deze zo meteen afsluiten. En wie weet als ik eraan toe kom vanavond. Maar ik weet ook niet wat de televisie heeft. En ik moet ook weer naar Facebook toe. Dus ja. En morgen is het woensdag. Dan komt Rebecca. Dus ja, als ik er dan aan toe kom, weet ik ook niet. Want dan heb ik ook van alles en alles te doen. En ik moet nog boodschappen doen. Want dat hebben we ook vandaag niet. Ik had er niet zoveel zin. Hij is klaar. Kijk.
gereed. Nou, dan klikken we daarop, gereed. En dan sla ik hem hier nog eens een keer op. Ja, en dan kan ik die ook afsluiten. En dan ga ik naar de map vloggen. En daar staat nog een keer een map vloggen in. Ja. En even kijken of er ook een map staat van dat ik er naar YouTube. Nee. Nou, dan is het nieuwe map. En dan moet ik even typen. Dus ik zet je eventjes zo neer. Deze vlogs kunnen naar YouTube toe.nl. Zo. Nou, dan is het die. Knippen. En dan is het daarmee. Hup. Plakken. Nou, dan hebben we dat toch weer klaar. Ja. Dan kan ik een volgende doen. En die komt daar dan ook even in. En als ik dan een reeks heb, voilà, allemaal naar YouTube toe. Dan heb ik een voorraadje op YouTube. Dan krijg ik het misschien wat rustiger. Ja. Ja, ik hoor het ook. Dat is een motor. Prut, 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 prut. Maar oké, ik ga weer even wandelen met Rijka. En we nemen jullie mee. Kijken of ze nou wel op de nest ligt. Ja. En even een blokje om. Gaan jullie mee? Ja, gewoon gezellig meelopen, ja. Althans, meelopen. Ik ruim jullie de tas op en dan wanneer ze erop legt, vlog ik. En ik ga ook eens even die kant op. Of zullen we dat van de week even doen? Ik weet het nog niet. Nou ja, ik ga eerst gewoon een normale rondje doen. Want het is wel 17:15. Zometeen ook weer eten. En dus, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ervan. En smakelijk eten, bon appetit. Maar jullie gaan wel mee. Ik weet niet hoe je zit te kijken terwijl jullie eten. Ja toch? Oh nee, want ze komen eerder online. Want ze komen om 14:30 al online, hè. Als ik weer op YouTube kom. Ja, dat komt allemaal wel weer goed. De tijd blijft hetzelfde. Ja. Nou, lieve vrienden, ik hoop dat de kapper zo weer open mogen. Want dan kan ik ook weer naar de kapper toe. En dan neem ik mijn tube masker mee. Die paarse masker. En dan bekijken ze maar. En dan zeg ik goed kunnen kort. En dan hier ook een beetje kaal ook. Zie maar hoor. Ik wil eraf. Weg. Ik vind het genoeg zo. Weg. Weg ermee. Ja toch? Ja. Nou, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet en tot straks.